Brakkestein is nu vooral een populaire studentenwijk, maar ooit was het een plek waar vooral de rijken vertoefden. De wijk kent een rijke historie en heeft veel verenigingen. Een paar scholen, een winkelcentrum, een begraafplaats en ook sportvelden waar de grootste atletiekvereniging van Nijmegen traint. Het belangrijkste monument van de wijk is Huize Brakkestein, dat in 1865 werd gebouwd op een landgoed met een bijzonder bos. En daar is nu een boek over geschreven. Ik ben Klaas Bauer en het boek heet Brakkestein, een Nijmeegs landgoed en zijn bewoners. Ik ben geïnteresseerd in landschappen en geschiedenis van buitenplaatsen en bossen in Nijmegen omgeving. En daar schrijf ik dus al inmiddels 20 jaar over en dit is het vierde boek wat hierover verschijnt. Tegenwoordig moet je daarbij zeggen dat allereerst het bos wat er nog is bijzonder maakt met restanten, helaas restanten van de kruisgewijs lopende lanen, zogenaamd sterrenbos. En natuurlijk het tweede punt, dat is het gebouw. Het Brakkestein, het 1865 daterende villa, wat ook een van de mooiste en meest bijzondere villa's in de omgeving van de stad is. En een derde is natuurlijk de Hortus, Hortus Botanicus in Nijmegen, die ook heel uniek is en die dankzij veel vrijwilligers in goede staat wordt gehouden. Ik heb in ieder geval dankzij naspeuringen een aantal familiearchieven gevonden van mensen die hier gewoond hebben. Met heel bijzondere brieven, met tekeningen, met foto's, waarvan een groot deel is opgenomen in het boek. En ja, dat is voor mij eigenlijk een grote charme van het historische onderzoek doen. Dat je brieven leest die 150 jaar geleden of 200 jaar geleden zijn geschreven. En die onder het stof vandaan komen.